Hij is begonnen, onze Vrij Mibo. Vandaag staat hij helemaal in het teken van de Franse muziek. En daarvoor hebben we uitgenodigd niemand minder dan Philippe Elan. Goedemiddag. Goedemiddag. En Therese Steinmetz ook. Goedemiddag. Ja, Flevoland die zit waarschijnlijk nu te denken. Therese Steinmetz, waar kennen we die ook alweer van in Flevoland? Nou, we hebben hem opgezocht. Aha. Het Flevolandse volkslied, die heb jij ingezongen. Ja, nu ik het zie herinner me. Ja, ken je het nog, Therese? Nou, als ik het hoor, wel, ik zou het nu even helemaal niet weten. Nou, dan hebben we een verrassing voor je. Huh? We hebben het. Ja, luister. Leuk. Ja. Waar wij steden doen verrijzen op de bodem van de zee, onder Hollands wolken hemel tellen wij als 12e mee. Een provincie die een wezen mag, jongste stukje Nederland, waar het fijn is om te wonen, mijn geliefde Flevoland. Ja, mijn geliefde Flevoland, ja, 1985 ja. Was dit, hè, Therese? Ja, leuk, ja. Hoe kwam je daar zo bij? Nou, daar kwam ik zelf niet bij. Dat was een Hoe kwamen opdracht. Ze bij jou? Hoe kwamen ze bij jou? Weet je nou, dat? Ja, omdat ik een bekende zangeres was waarschijnlijk. Ja, ja. Maar je had helemaal niets met Flevoland. Je woonde hier niet. Je had nee, het, nee, ik werd gewoon gevraagd daarvoor. Ja, ik werd zo vaak gevraagd om dingen te doen. Dus ja. Dat heb ik ook gedaan. Ja. En nu ik het hoor en nu ik het zie, herinner ik het me weer. Ja, het is een klein stukje. Het origineel duurt iets van 3 minuten 50. Oh, kijk eens aan. Ja, maar dat was een beetje te lang. Ja, ja. Het is verder ook niet voor. Dochter van Jan en Henny. Ja. Ja, Jan en Hendrika. Ja, ja het artiestenbloed zat er gewoon in, hè? Wat? Het artiestenbloed. Ja, ik heb de opera en de klassieke muziek met de paplepel ingegoten gekregen. Ja, papa was operazanger, mijn toch? Mijn vader was operazanger en zong, was de eerste tenor van de Vlaamse opera in Antwerpen. En daarvoor heeft hij bij de grote Duitse operahuizen, want er was veel meer opera in Duitsland dan hier, heeft hij bij Duitse opera's Othello, Wagner grote rollen gezongen. Maar hij wilde, toen hij voelde dat de oorlog uitbrak, kwam hij naar Nederland. Ja. Hoe was dat? Hij was een Nederlander, hoor. Ja. Het is een Elsasse naam, Steinmetz. Het is niet Duits, echt. Nou, dat wilde ik eigenlijk vragen. Waar kwam die achternaam dan weer vandaan? Ja, Elsass. Als je het telefoonboek openslaat van de hoofdstad van Elsass, Strasbourg, dan is 3/4 van de telefoonnummers is Steinmetz. Zoals Janssen en de Jong in Nederland precies. Ja, ja. En Philippe, heb jij ook van die muzikale ouders? Dat je het ook met de paplepel ingegoten kreeg? De ouders? Mijn moeder kon heel mooi zingen. Ze is overleden. Mijn vader is niet muzikaal, sport. Maar mijn opa was een briljante saxofonist. En die is eigenlijk die heeft de muziekschool van mijn stadje in Lectoure. Heeft hij gestart in de jaren 60. En ik moest van hem uiteraard solfège leren en saxofoon. Nee, dus hij was saxofonist. Het werd er wel een beetje in gestampt. Het was hem niet gelukt om zijn eigen kinderen de saxofoon over te dragen, dus de kleinzoon moest het overnemen. En ik vond het niet. Ik vond het aan de ene kant heel leuk om muziek te leren, maar eigenlijk, ik wilde al zingen. Ja. Dus ja. Altijd, als je een saxofoon in je mond hebt, kun je niet zingen. Kan je niet zingen. Dus het was Kenny Dulfer kan daar aardig mee overweg, hoor. Die kan dat tussen mixen. Die zingt ook, ja. Dat doet ze door, ja. Maar niet de twee tegelijkertijd. Dat hebben ze nog niet uitgevonden, hè? Nee, dat zou een unicum zijn. Dat zou leuk zijn, hè? Zet uniek dan, hè? Maar toch, bij jou, Philippe, heeft het wel even geduurd, hè? Voordat je echt professioneel ging zingen. Absoluut, ja. Ja, dat was een lange weg. En de weg moest me naar Nederland brengen. Omdat ik heb dus Engels gestudeerd. Mm-hmm. 2 jaar op de universiteit in Toulouse. Na mijn eindexamen middelbare school. Dan heb ik de pedagogische academie gedaan. Voor leraar? Voor leraar, 4 jaar. En in 1985, toen dat jij volkslied van Flevoland zong, was ik op vakantie in Nederland en ik ontmoette hier muzikanten, ook mijn partner, en die hoorde mijn stem. En heel snel zei hij, je moet iets doen met je stem. Je hebt dat muzikale kant in je. Dus ik kwam en ik besloot om in Nederland te blijven. Absoluut niet om zanger te zijn. Maar door mijn verblijf hier en door de muzikanten die ik ontmoette, ben ik gewoon hier. Heb ik eigenlijk de droom die ik had als kind in Frankrijk, is
waar gemaakt in Nederland. Ja. Dus het is een rare, maar waar is Nederland is voor jou eigenlijk altijd een soort bijzondere plek gebleven. En je bent er ook gebleven. Nee, zoveel op privé als op professionele terrein. Omdat ik heb gewoon daarna mijn carrière als onderwijzer gewoon achter mij gelaten. En letterlijk nooit meer terug naar Frankrijk gedoseerd. Dus hoe moeilijk is dat voor een Fransman om Engels te leren? Want ik krijg dan altijd een beetje het idee... Engels dat of Nederlands? Engels te leren. Oh, het was voor mij heel behoorlijk makkelijk, omdat ik wilde iets leren. Ik luisterde veel naar popmuziek. Ja. En leuk, ik luisterde veel naar ABBA, die zijn Zweeds, maar die zongen in het Engels. Naar Simon & Garfunkel, naar The Carpenters, naar Eagles, Fleetwood Mac. Ja. En ik wilde absoluut weten waar de teksten over gingen. Ik had al wat interesse in teksten, wat ik ook heb met het chanson. Ja. Dus daar ging ik gewoon met heel veel plezier naar de Engelse les om gewoon te weten waar de liedjes over gingen. Het werd niet een soort inspecteur Clouseau. Absoluut niet. I think I'm quite good in English. Still. Dat beter, ja. Goed, we weten alles van Philippe nu. Therese denkt ook van, waarom zit ik hier eigenlijk? Nee hoor, dat denk ik niet. Nee, want ik ben al aan het woord geweest over het Flevolands volkslied. Ja, en over mijn vader. Ja, want Philippe, jij bent natuurlijk vanuit Frankrijk naar Nederland verhuisd. Maar Therese, jij bent op een gegeven moment naar Frankrijk gegaan. Ja. En daar heb je jaren gewoond. Maar 24 jaar, maar ik heb begrepen dat je weer terug bent in het Holland. Ik ben nu weer terug. Ik woon in Laren. En ik ben... de reden waarom ik naar Frankrijk ben gegaan... ik heb een Frans grootmoeder. En we hadden Gerrit, mijn man Gerrit en Braber... Ja. Die overleed. En we hadden heel veel Franse kennissen... Nederlandse kennissen die daar woonden. Maar ook Franse nichten, Franse neven. En ik ben toen gevlucht omdat mijn dochter... een jaar voordat Gerrit overleed ook overleden is. Mm. En toen kwam er een soort rare belangstelling, weet je. Mensen zijn altijd sensatiegericht. Daar ben ik er echt voor gevlucht. Ik voelde me als een soort... Je weet wel, je hebt wel eens van die hazen... die plotseling gevangen worden in de koplampen van een auto... en die kan niet vluchten. Zo ben ik naar Frankrijk. Zo voelde je... Ja, maar er gebeurde ook wel wat. Je man overleed, je dochter op 39-jarige leeftijd. Ja. Maar het is wel zo dat ik in Frankrijk dus ontzettend lief werd opgevangen door veel... We hadden hele goede vrienden in Frankrijk. Mm. En daar werd ik ontzettend... Zo ontzettend aardig. Je zegt maar wanneer je wil komen. En we staan aan het vliegtuig om je op te vangen. Echt heel lief. Maar we kwamen er vaak. Maar de hele goede vrienden. Maar toch ben je toch weer teruggegaan naar Nederland. Ja, was het fini in Frankrijk? Of? Nee, ik vond het fantastisch. Ik heb er dus 24 jaar met plezier gewoond. Absoluut. Maar op een gegeven moment gingen heel veel mensen van mijn vriendenkring overleden. En die waren allemaal jonger dan ik. En het was niet aan COVID. Ze gingen gewoon op een normale manier... Dood. Ze waren op. Kennelijk, ja. En ik heb dus ook hele lieve goede vrienden. Mieke en Wout heten ze. Die wonen hier in Hilversum. Of hier wonen in Hilversum. En die hebben mij een beetje geprobeerd... op een geraffineerde manier weer in Nederland te krijgen. Dat is ze goed gelukt. En ik ben er ontzettend blij mee. Want ik ben weer terug... op honk, in de moederschoot, zeg ik bijna. En het leuke is, Gerrit en ik woonden 25 jaar lang... in een hele mooie villa vlak achter het Gooi Noord. Het heet nu Ter Gooi ziekenhuis. Ja. Daar vlak achter in de Koningin Emmalaan. En dat is hemelsbreed gemeten. Waar ik nu woon is het iets van 300 meter. Dus ik heb het gevoel, ik ben weer thuis. Ja, bijzonder. Ja. Wat ik ook wel bijzonder vind, je bent weer terug in Nederland... en dat treed je ook nog steeds op, hè, met Philippe. Ja, zo nu en dan. Ja. Zo nu en dan met Philippe. Dat vind ik een groot feest. Philippe heeft me weer zo gek gekregen... dat ik hier in Nederland ging zingen. Maar ik zong wel... Want mijn specialiteit is Roemeens zingen. Hè, met Roemeense concertfolklore muziek. Dat komt door dat songfestival destijds in Roemenië, toch? Nee, eigenlijk niet. Het zat er al een beetje in. Want dat heb je wel gewonnen, toch? Ja, heb ik gewonnen. Ja, het Oost-Europese songfestival. Ja, dat woon ik. Maar André Serban, de beroemde violist. Zoon van Gregor Serban. Met die groep heb ik heel veel opgetreden in Nederland. Hebben we 6 jaar lang in de theaters De Nacht van de Balkan gedaan. Prachtig. En dat twee verschillende programma's. Eerste 3 jaar nummer 1, tweede 3 jaar nummer 2. Met de dansgroep Nizza Nim. 5-man orkest van André Serban. En nog een keer 3-man Nico van der Linden erbij. Dus het was een grote bezetting. Als we even heel snel door jouw carrière heen gaan. Je hebt van alles gedaan. Je was op een gegeven moment echt onze Nederlandse corrivee ook. Je had je eigen show, je deed musicals, je acteerde, je zong daarbij. Ja. Heb je ook iets niet gedaan?
Nee. Nee, hè? Nou, ik heb als 15 jaar... Ik begeleidde de koren van de vader van Nico van der Linden. Die helaas een klein jaar geleden is overleden. Ja. Daar heb ik mijn hele leven met Nico van der Linden ook gespeeld. En die vader kende ik goed. En toen ik een meisje van 15 jaar was... Ik zat op het conservatorium, hoofdvak zang, maar ik speelde ook piano. Moest je ook bij doen. En toen zei hij, oh, dat meisje van 15, dat speelt goed piano. Die mag mijn koren begeleiden. Dat is goed voor haar ontwikkeling aan de piano. En dat verdient ook nog goed. Ja. Ja. En dat ik als 15 jaar... Nee, ik was nog 14. En dat in dat grote zaal van het concertgebouw die koren moest begeleiden. En dat ik aan de piano schoof. En toen schoof ineens de piano en achter. Waardoor ik zo moest zitten. Ja, toen je 15 was, kun je nagaan hoe lang dat geleden is. Want ja, ik weet niet of je het vervelend vindt als ik vertel dat je bijna 90 bent. Maar... Ja, nee, ben ik juist vervelend. Stel je voor dat ik het niet kon vertellen, dan was ik het niet. Ja, het is wel heel bijzonder. Hè? Op die leeftijd nog zo kwiek en ook op het podium staan. Ja, maar ik ben er wel heel blij mee. Ja, dat snap ik. Ja. Je geniet ook nog van het leven. Ja. Ja. Heb je meer heimwee naar Frankrijk nu? Of had je in Frankrijk meer heimwee naar Nederland? Ik heb me voorgenomen dat ik geen heimwee wil hebben. Want daar word je ook niet vrolijk van. Ik wil genieten van het hier zijn. Maar ik ben wel van plan om over een jaar of 2 jaar... eens een leuk ritje te doen naar de kennissen die er nog zijn. En dan wil ik ook altijd even graag over de grens. Want ik vind Menton heel erg leuk. Maar ik vind ook Saint-Rémy vind ik ook zo leuk. Mooi. En Bordighera. Even toch... Wat gebeurt er allemaal? Er gaat een of andere pieper aan. Oh, ik weet niet wat het is, maar goed. Wij gaan even wat muziek draaien. Dan hebben we zometeen ook het nieuws uit Flevoland natuurlijk. En dan praten we verder met Therese Steinmetz en Philippe Inlang. Ik vind het nu al gezellig. En we hebben natuurlijk ook het optreden. Un vie d'amour. De Vrij Mibo, die is nog volop bezig. En waarom het we steeds over Franse nummers hebben... is natuurlijk omdat hier twee gasten zijn. Die hebben alles met Frankrijk te maken. Philippe Elan en Therese Steinmetz. Hoe hebben jullie elkaar eigenlijk ontmoet? Zal ik het vertellen? Ja, vertel jij. Het was in een donker steegje. Oh nee, het was echt in het openbaar. Ik had een concert in een hele mooie zaal in Den Haag. Die heet, weet je nog de naam? Poulcry Studio. Poulcry. En ik werd begeleid door een geweldige ensemble... die heet het Amstel Saxofoon Quartet, met wie ik vaak concert geef. En ze kwam met vrienden en ze had wel van mij gehoord, maar mij nooit gezien. En het concert zou net starten en deze mevrouw kwam op de eerste rij en ik wist wie ze was. Dat was helemaal een andere plaats. God. Ik moest wel op de eerste rij. Ja, Oké. Okay. En toen was je wel zenuwachtig, denk ik. Dat is niet zomaar een naam. Nee, een beetje wel, maar het is altijd leuk om een collega... Om te zien dat een collega die en als je de collega kent en vindt dat hij goed zingt, dan vind je het leuk dat hij of zij naar je concert komt. Ja. Maar er was iets heel leuk. Na afloop hebben we gesproken. Toen dat ik in Nederland kwam in 1985, 86, had ik les gevolgd bij een zekere dame die heet Elisabeth Oms. Zij is overleden. En deze Elisabeth Oms was eigenlijk een van de allerbeste vriendinnen van Therese. Dus we hadden deze persoon die ons bij elkaar, of waarover wij konden spreken. En er was een tweede ding uiteraard. Ik wist dat Therese in Frankrijk woonde. En ik was dus een Fransman in Nederland. Dus je hebt altijd van die leuke gesprekken van... Hey, hoe vind je Frankrijk en jij, hoe vind jij Nederland? En wij merkten gewoon heel snel dat we elkaar mochten. Mm-hmm. Ik heb het nog niet over het zingen. En opeens en Therese, die heel spontaan is, net zoals ik, en extrovert... Zij begon te zingen bij bepaalde dingen. En toen hoorde ik haar zingen en ik zei... misschien moeten we toch iets samen doen. En ze zei niet meteen ja. Nee, waarom? En jij de rest nu. Ja, want je zou zeggen, nou, Philippe kan prachtig zingen natuurlijk. Jij houdt ook van Frankrijk, Franse muziek. Ja, maar toch was je aan het twijfelen. De eerste ontmoeting was veel gekker. Want... Ik kwam er met een vriend naar Poulcry Studio. En ik kwam daar, het was helemaal vol. En ik liep bescheiden naar de achterste rij. Er waren nog een paar plaatsen op de achterste rij. Maar die vriend liep naar voren en die deed zo, kom hier voorzitten. En toen ging ik daar midden voorzitten. Ik zeg tegen die vriend, die heette Herman. Ik zeg, Herman, die
die man die kent mij niet, want ik ben al 15 jaar in Frankrijk. Of ik was toen al 14, 15 jaar in Frankrijk. Mm-hmm. Maar ik zou hier nooit vooraan op de eerste rij voor de microfoon gaan zitten als bijvoorbeeld Lenny Koer of Lisbeth List, die ik goed kende, daar zou gaan staan zingen. Ik zeg maar, ach, die Fransman kent me toch niet. Hij komt het podium op, hij begint te zingen, draait zich op, doet meteen zo. Ja, en ik schrok. En toen dacht ik, nee, dat is toevallig. En toen zei Herman, die vriend, die zei, hij herkent je. Ik zeg, nee, dat kan niet, Herman. Die man kan mij niet kennen. Ik ben al 14 jaar weg. En toen de afloop wilde ik hem echt vanuit mijn hart complimenteren. Zo mooi als ik had gevonden dat hij had gezongen. En toen, maar in dat Poelkri-studio, dat is een expositieruimte. Niet een gewoon normaal toneel dat je kan weten waar dan de kleedkamers zijn. Dus ik zag me rot door het trap op, trap af. En ik kon hem niet vinden. En er waren allemaal verschillende trappen. En Herman en ik zijn 2-3 keer die trappen. En Herman achter me aanrennen. Maar we konden het niet vinden. Toen zei Herman, nou Therese, ik geloof het wel. Die man is al weg. Nou, en toen kwamen we buiten en toen voelde ik zo'n teleurstelling dat het me niet was gelukt hem te gaan. Toen zei ik, Herman, je kan me nog meer vertellen. Als de deur op slot lijkt, moet je er toch even aan rammelen. We gaan nog een keer weer. Herman weer achter me, weer de trap op. En toen zei ik, welke van die 3 deuren? Nou, deze dan nu maar. En we gingen door de deur. En wie kwam eraan? Hij, met uitgespreide armen, hallo, zei hij toen. Want hoe lang is dat geleden inmiddels? Dat was in 2013. Oh. Dat was, ja. Toen zei jij, want hij was waarschijnlijk, hij durfde niet je of jij te zeggen, denk nee, ik. Dat voelde doe ik meteen. Niet meteen. En hij zei, daar is de grote vriendin van Elisabeth Ooms. En zo is het gekomen. Leuk verhaal, ook. Prachtig verhaal. En jullie doen nu concerten samen. Zing jij dan Frans en zing jij Nederlands? Of nee, hoe gaat dat nou eigenlijk? We zijn begonnen met een cd met wijle Nico van der Linden. Ja. Die heel goed ontvang in 2016. En het programma heette Paris Amsterdam. En dat was meer gecentreerd op Franstalige en Nederlandstalige. Dus de culturen, combinaties van Frankrijk en Nederland. Ja. Nu onze huidige concert, die we gaan dus geven bij de Rosa Spier. Maar we hebben op 12 oktober. Behoorlijk aantal keren gedaan, hoor. Ja. Heet, hoe heet die? Over grenzen. Over grenzen. En we zingen in 7 talen. Hij zingt Russisch daarin. Nou, Italiaans. Dus het is gewoon, het is een reis. Het leuke van Therese heeft gewoon een carrière, een loopbaan waar ze gewoon in veel talen heeft gezongen. En ik vind het heel interessant omdat de etiquette chansonnier. En ik zie me meer als een. Ik ben chansonnier, ik zing chanson, maar ik vind het heel leuk om ook. Ik zing een nummer van de Carpenters, ik zing een nummer in het Spaans, ik zing een Italiaanse poplied in dat programma. Dat is heel interessant om je grenzen breder te maken. En hij altijd goed. Heel mooi, zowel in het Italiaans als in het Spaans. Nou, zullen we het vandaag alleen in het Frans houden? Oui. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie Un Vie d'Amour. Mag ik jullie uitnodigen op ons inmiddels beroemde... Van Charles Navour, hè? Jij zei dat je van Charles Navour heel goed. Ik wil anders nog wel straks een nummertje in het Roembeen zingen zonder begeleiding. Nou, misschien is daar nog wel tijd voor. Ik ben wel heel benieuwd naar die talen. Komen steeds meer mooiere dingen komen eruit vandaag ook. De microfoon. Die moet je wel meenemen. Ja. Anders ben je niet te verstaan. Jullie staan er helemaal klaar voor. De open haard op de achtergrond. Het geeft echt een bepaald gevoel hier in onze Vrij Mibo, die vandaag helemaal in het teken staat van de Franse muziek. Op het podium Therese Steinmetz samen met Philippe Elan met Un Vie d'Amour. Jour après jour, blesse mes pensées. Tant de mots d'amour en nos cœurs étouffés, dans un sanglot, l'espace d'un baiser, sont restés sourds à tout, mais n'ont rien changé. Et fou d'espoir, je m'en remets à Dieu pour te revoir et te parler encore et te jurer encore une.
d'amour, rempli de rires clairs, un seul chemin, déchirant nos enfers, allant plus loin que la nuit, la nuit des nuits. Une vie d'amour que l'on s'était juré et que le temps à désarticuler jour après jour blesse mes pensées. Tant de mots d'amour que nos cœurs ont crié, de mots tremblés, de larmes soulignées, dernier recours, des larmes désorientées, des ondes sans fleurs au crépuscule gris. Tout va, tout meurt, mais la flamme survit dans la chaleur d'un immortel été, d'un éternel été. Oh, une vie d'amour, une vie pour s'aimer aveuglément jusqu'au souffle dernier. Aimer encore et toujours. Prachtig hoor. Presse Steinmetz en Philippe Elan live op ons podium met Une vie d'amour. Ja, we hadden het net over jullie tour eigenlijk. Hè. Jullie hebben net een nummer gezongen die daar ook te horen is. Ja. Is dat ook jullie favoriete nummer? Het is jouw het favoriete is nummer. Het is vooral mijn favoriete nummer. Ja, ik ben erg gek op dat nummer. We zingen dat ook in onze voorstelling. En onze voorstelling wordt begeleid door Erik Verwij, een geweldige pianist. Ja. Waarom is dat nummer zo bijzonder voor jou? Nou, ik vind de melodie, de gang. En ja, ik vind het gewoon een heerlijk maar nummer. Maar dat is de tekst, Therese, die je echt... Nou, maar ook de melodie. Nee, maar de boodschap van de tekst vind je heel belangrijk. Ja, maar ik vind de melodie ook heel erg. Nee, ik het ook. Is 50-50. Wat betekent het? Een vie d'amour? Een leven vol liefde. Of een leven gebaseerd op liefde. Ja. Dat je gewoon, dus het gaat over een man en een vrouw, een stijl, die gewoon een hele lange relatie hebben. En die willen gewoon dat het misschien doorgaat. Zeker totdat ze dood zijn. Mm-hmm. Maar ook misschien tot de eeuwigheid. Dat ze nooit... Mm-hmm. En ze denken ook... eternel, zeg ik op een bepaald moment. Dat is eeuwig, eeuwenlang. Ja. Ja. Dus het gaat over de grote liefde. En, het is ook de onvoorwaardelijke liefde, denk ik. Onvoorwaardelijke liefde die niet kan verdwijnen. Nee. Er is zoals je voor je kinderen hebt. Ja, precies. Ja, en dat, maar er wordt ook nog even gezegd van... er gebeuren soms nare dingen, maar die moet je samen kunnen aankunnen en overleven. Ja. Dat ook, ja. Ja. Ja, mooi hè? Ja, mooi wel. En Aznavour, die wist ervan, die is lang getrouwd geweest met dezelfde dame. Ja, dat klopt. Maar ja, als ik nou even kijk naar jouw leven dan ook... als je je dochter al zo jong verliest en je man verliest... kan je dan nog wel geloven in de liefde van het leven? Dat was Ja, nou, wacht even. Mijn dochter was uit mijn eerste huwelijk. Ja, ja, oké. Okay, maar je dochter is... Het is wel je dochter. Ja, het is mijn dochter. Maar dat heeft niets met liefde tussen man en vrouw te maken. Dat is een heel ander soort iets natuurlijk. Nee, maar dat Philippe het ook heeft over de liefde van het leven. Een onvoorwaardelijke liefde. Ja, maar hij bedoelt de liefde tussen man en vrouw. Dat is tussen twee van... Maar ja. Therese, om terug te komen, toch interessant gesprek. Jij bent die man die heel positief is. Ja, maar ik heb natuurlijk wel hele tijd erover gedaan om daar overheen te komen. Ja, maar te wennen dat het leven zo is. Ja, maar ze is een bijzondere geval. Je bent een bijzondere geval van die man die ondanks de schokken en de trauma's van het leven... weet op een bepaalde manier, op een positieve manier te overleven en door te gaan. En dat is een talent, hè? Ja. Het is ook geen beoordeling voor mensen die dat niet kunnen. Niemand zit erop te wachten, maar je kan de klappen van het leven wel gebruiken om sterker van te worden. Dat is precies wat zij gedaan maar heeft. Maar ik vind, als ze... Kijk, als je lang, ik leef al vrij lang. Als je lang leeft, gebeuren er ook wel eens hele nare dingen. Maar als je dan ineens helemaal niet meer verder wil leven... dan vind ik het ook een vorm van ondankbaarheid... tegenover de vele mooie dingen die je hebt gehad. Gerrit is wel...
te jong overleden. Hij was 68. Maar ik heb zo'n mooie tijd met hem gehad. Ik kan alleen maar aan heerlijke dingen terugdenken als ik aan hem denk. Dat is, dan vind ik het ondankbaar om daar dan niet ook heel erg blij mee te zijn. Hier spreekt een wijs vrouw, hè? Ja, met een beetje filosofisch aangelegd. Maar het is heel makkelijk. Tel je zegening. Ja, tel je zegening. Er is genoeg om over te zeuren en over te zeggen. Ja. Ze is een van de meest positieve personen die ik ooit heb ontmoet. En dan zeg ik niet omdat ze naast mij is. Nee, ik heb deze talent niet. Maar dat straalt het ook uit. Ik denk dat het ook in jullie concerten naar voren toe gaat komen. Als jullie optreden. Nou, eerst volgende keer waarin we jullie kunnen zien. Wanneer is dat eigenlijk? 12 oktober in het prachtige theater van Rosa Spier. Mm-hmm. Ze hebben een fantastische theater. Mag iedereen daarheen? Ja, het is een open... De hele Rooi, Lelystad, maar daartoe. Er zijn nog een... Het is bijna uitverkocht. Eén moment, Therese. Het nieuwe Rosa Spier. Het nieuwe Rosa Spier. Niet het andere bestaat. In Laren is het. In Laren. Daar mag dus iedereen. Prachtige theater. Net een schouwburg. Mm-hmm. Prachtige Steinway. Een prachtige plek met foyer. Echt een... En het concert is uiteraard de gasten van de Rosa Spier komen. Maar ze hebben, het is dan gekondigd in het hele Rooi. En nu bij deze van ook in Flevoland. Het is bijna uitverkocht. Er zijn nog een paar kaarten. Ja. Maar we zijn ook bij Betty Asphalt op 12 en 13 in Amsterdam. Ja, in Amsterdam bij Paul Haan. Schrijf het op 12 en 13 november. In de agenda. Jullie zijn nog wel even bezig. Ja, mooie Franse muziek. 12 november is zaterdagavond en de volgende zondagmiddag. Dat doet hij altijd als het even kan. Zaterdagavond en zondagmiddag. Helaas. Dank jullie wel. Eens op, maar bedankt voor jullie tijd. Bedankt voor jullie uitnodiging. Oh, we hadden nog graag een paar uurtjes door. Nou, à bientôt. À la prochaine. À la prochaine.